AZ rolt de trainingskamp af met een oefenwedstrijd tegen Fenerbahce. Het speelt de wedstrijd op het trainingscomplex waar het al de hele week traint. En Ricardo van Rijn in de basis. Hij vervangt Jonas Svensson die geschorst is voor de eerste competitiewedstrijd. In de eerste helft komt Fenerbahce op voorsprong. Mooie omhaal van Koibasi. En hij maakt er 1-0 van. Verder geen goals in de eerste helft. Dus over naar de tweede helft met een mooi moment voor deze man. Stijn Wijters. Hij maakt eindelijk zijn rentree nadat hij lang met de blessure langs de kant stond. En hij ziet hoe Mats Zeuntjes hier in de aanval is. Mooi de keeper omspeelt. En er 1-1 van maakt. En dus een gelijke stand weer op het scorebord. Maar dat duurt niet lang. Want vlak daarna doet Fenerbahce toch weer wel terug. Geklungel achterin. En dan schiet de Ekisi via de binnenkant van de paal raak. Marco Bizot geen kans op deze inzet. In de tweede helft komt AZ toch weer langs zij. Maher wint het kopduel en dan schiet Mats Zeuntjes ook keurig binnen. Tweede goal dus voor hem deze wedstrijd. Toch gaat Fenerbahce met de overwinning naar huis. Want in het slot van de wedstrijd schiet de vrij raak. En hij bepaalt de eindstand. 3-2 in het voordeel van Fenerbahce. John van der Brom dus waarschijnlijk niet tevreden met het resultaat. Maar natuurlijk wel tevreden met de rentree van deze man, Stijn Wijtens. Voorafgaand in deze week hoop je natuurlijk dat je veel kan meedoen en eventueel wat minuten kan maken. Maar dan dat ik zoveel heb kunnen meetrainen in 45 minuten, dat was toch wel meer dan verwacht. Ja, had je dat niet verwacht van tevoren? Nee, ik had erop gehoopt. Alleen je weet nooit, de trainingskamp is toch anders. Toch intensiever trainen en dan hoop je in ieder geval dat je die wedstrijd haalt. En dat ik in 45 minuten kan spelen is dan helemaal meegenomen.